Hallo, welkom bij de bespreking van een examenopgave. Examen VWO 2022, tijdvak 3. En het is opdracht 4 die we gaan bespreken. De opgave gaat over echtparenspelen. Een klein stukje tekst erbij. Belangrijk in deze tekst is dat je daar leest dat deze figuur op schaal is. En als zoiets bestaat, zul je ongetwijfeld straks iets moeten opmeten in de figuur. Maar goed, we gaan eerst eventjes naar de eerste vraag hierbij. Het mooie hiervan is dat je hier meteen ziet van, hey, een VT-diagram. Als een VT-diagram in een opgave komt, dan moet je meteen aan twee dingen denken. Namelijk, hey, oppervlak is afgeleid weg en steilheid is versnelling. He, altijd dat in het achterhoofd houden. In dit geval wordt gevraagd om met behulp van deze figuur, en die staat ook op de uitwerkbijlage, de afstand te bepalen die hij heeft afgelegd op t is 8 seconden. Antwoord in twee significante cijfers, dus daar ook eventjes op letten natuurlijk. Nou, dit is het werkblad en dus tot 8 seconden gevraagd wordt wat is dan de verplaatsing, dus ik moet het oppervlak onder het VT-diagram hebben tot 8 seconden. Nou, eventjes stellen, ik heb vier complete hoekjes, vierkantjes erin. En dan heb ik daarboven nog die rode sterretjes, die zijn samen nog één. En daaronder de groene sterretjes, samen ook één. En dat stukje is ongeveer 2/3. Dus in totaal heb ik 6 2/3 hokje. Moet je nog wel even weten van, goh, hoe groot is één hokje? Nou, één hokje, ziet daar, dat is 1 bij 2. Dus één hokje stelt voor een verplaatsing van 2 meter. Kortom, afgeleid weg is 6 2/3 keer 2 is 13 1/3. Maar let op, nooit een breuk in je eindantwoord zetten. Wordt altijd fout gerekend. Het moet altijd met decimalen. In dit geval moet je natuurlijk in twee cijfers significant doen. Dus het wordt hier gewoon afgelegd weg is 13 meter. Wel, je kon halen 3 punten. En je ziet hier hoe je de punten kunt behalen. Belangrijk is de eerste punt. Kon je dus puur zeggen van, hey, ik moet oppervlak bepalen en dan kreeg je al een punt. Belangrijk hierbij dus, geef aan dat je oppervlak moet behalen. En uit dezelfde figuur moet je ook nog eens de versnelling op t is 6 bepalen. Ook hier weer antwoord in twee cijfers significant. Nou, we pakken weer het werkblad erbij. Zo, en nu bepalen van de versnelling betekent dus bepalen van de steilheid op t is 6 seconden. Dan teken je eerst de raaklijn op t is 6 seconden. Nou, dat is deze. Ja, let op dat je hem zo lang mogelijk tekent. Probeer zoveel mogelijk ruimte van de grafiek te benutten. Dan teken een driehoek van die ene schuine lijn. Dus even één lijntje zo, één lijntje zo. En dan heb je een mooi driehoekje. Dan bepaal delta V en delta T. Delta V is verticaal, dus dat is heel makkelijk. Dat is hier natuurlijk 6. En delta T is het verschil tussen de tijden. En dat is 9,6 min 2,8. En dan kom ik op 6,8 seconden uit. Berekenen van de versnelling is delta V gedeeld delta T. In dit geval dus afgelezen met behulp met die raaklijn. En dan kom ik op 0,88 meter per seconde in het kwadraat. Let op de eenheid en let op significantie. Punten, ook hier weer 3 punten. En het eerste punt weer puur als je aangeeft van, goh, ik heb de helling nodig aan het VT-diagram. Dan gebruik van A is delta V gedeeld delta T. Let op, wel met de raaklijn, niet alleen delta V, delta T. Je moet wel die raaklijn hebben gebruikt. En hier staat ook dus dat het op T is 6 seconden moet zijn. En completeren van de bepaling en significantie. En je ziet, de marge hier was 0,06 meter per seconde kwadraat. Dus je antwoord mocht zitten tussen 0,82 en de 0,94. Krachten, daar gaat het hier om. En op punt P werken 3 krachten. Namelijk, de zwaartekracht op de parachutist werkt ook op punt P. De kracht van de parachute zelf en de spankracht van het koord naar de boot. Natuurlijk, alles staat weer keurig weergegeven op het werkblad. Belangrijk is dat hier in deze tekst ook staat waarbij de snelheid van de parachutist constant is. Dat betekent dus dat
Alle krachten samen 0 moeten zijn. Fres is 0. F1 is op het werkblad al getekend en de massa is 85 kilogram. Dus ik kan berekenen hoe groot die zwaartekracht is en dan kan ik dus een krachtenschaal maken. De vraag is, bepaal met constructie hoe groot de kracht van F2 is en ook hier weer twee cijfers significant. Wel, hier staat alles. De constructie moet nog worden gedaan. Allereerst, Fres is 0, dus hij beweegt niet. Betekent dus dat de zwaartekracht naar beneden toe, ja, dus de zwaartekracht naar beneden toe, dit stukje, dat moet dus worden opgegeven door de kracht omhoog. Dus ik begin met het tekenen van de kracht omhoog. Deze. Waar komt deze kracht vandaan? Nou, deze kracht omhoog wordt gevormd door kracht van F2, deze, plus een kracht in het koord. Dus wat ik doe is, ik teken eerst even de twee werklijnen van die twee krachten. Dat is allereerst deze in de richting van F2 en deze in het koord. Dit zijn de twee werklijnen van de twee krachten. Dan ga ik de parallelogrammethode gebruiken. Ik pak dus de werklijn en die verschuif ik dusdanig dat hij net de kracht nog raakt. En hetzelfde doe ik met andere werklijnen. Dan zie je dus dat er een parallelogram is ontstaan. Dan kan ik de krachten tekenen. In dit geval hoef ik maar één kracht te tekenen, want alleen F2 werd gevraagd. Maar eventueel had je ook hier de spankracht kunnen tekenen. Nou, in dit geval alleen F2, dat is deze. En nu moet ik nog weten van hoe groot is hij, hoeveel newton is hij. Nou, dan pak ik de zwaartekracht. Ik weet dat de zwaartekracht is 834 newton. Ik meet de pijl even op, 2,4 centimeter. Dus als 2,4 centimeter 834 newton is, dan is dus 1 centimeter 348 newton. Geodriehoek leg ik nu eventjes langs de andere pijl, langs F2. En dan zie ik dus dat de lengte 4,8 centimeter is. Dus F2 is 1670 newton. Let op, wordt wel natuurlijk in twee cijfers significant. Oftewel, het wordt 1,7 keer 10 tot de macht 3 newton. Vier punten te behalen. Eén punt, dat je inderdaad de resulterende kracht 0 moet zijn. Dus in principe dat je ten opzichte van F1 de zwaartekracht een andere kracht hebt getekend, dat is voldoende. De krachtenconstructie dus parallelogrammethode toepassen. Schaalfactor in elkaar zetten met behulp van de zwaartekracht. En tenslotte completeren van de bepaling en weer de significantie. En dit is alweer het einde van deze opdracht. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt en wellicht hoor je me nog wel een keer. Tot ziens!